dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en dat is Day die even het dak open doet van de auto. Want ik heb hier mijn bad boy van de computer staan. Nu zal je je afvragen natuurlijk waarom in een parkeergarage hier zo. Nou, hij is gelukkig niet kapot. Maar een computer, als je die heel erg vaak gebruikt, moet... In school. Oh, moet je in school? Dag liefie. Oké, heb je de sleutel van de auto? Ja. Oké, doei doeg. Beschuit ligt op het dashboard. Echt super random. In ieder geval, een computer moet je eens... Hallo. Eens in de zoveel tijd... Oké, even checken. Dat was gewoon een Porsche. Porsche Panamera. Holy shit. Anyways, een computer... Ga ik het nu eindelijk vertellen hoor. Moet je één keer in de zoveel tijd even schoonspuiten. Met gewoon lucht. Luchtdruk. Zo, pssst, zo helemaal ertussen. Zodat al dat stof eruit gaat. En hij maakt een beetje een raar geluid. De hele tijd zo tik, tik, tik. Dus dat ga ik gewoon even nakijken. 1 en 2. Hoppakee. Kijk eens even. Dit is veel beter dan D naast me. Gewoon mijn schatje. Oh, ik hoop niet dat D deze vlog terugkijkt. Maar goed, dit is wel echt super handig. En hopelijk blijft het droog buiten. Anders ben ik echt de lul met de computer zo. Oh ja, en mijn beschuit ligt hier inderdaad. Oh, lekker. Ik moet hier eigenlijk rechtdoor. Maar zullen we gewoon naar links gaan? Dan rijden we even met de auto van D langs D. Oh, zou dat niet even zuur zijn? Want zij moet gewoon met de bus. Eerst even deze lieve mevrouw, alsjeblieft, voorrang geven. Nou, daar gaan we. Veel plezier op school, Deetje. Dan ga ik lekker in je cabrio rijden. Ja. Ik ga lekker hard toeren. Voor het gemak had ik zo net het dak er gewoon afgelaten. Want anders dan moet je het weer erop doen en dan daarna weer eraf. En ja, het is niet zo'n heel gedoe, maar ik dacht, de auto staat toch voor het bedrijf waar ik mijn computer laat schoonmaken. Dus ik hou hem gewoon lekker eraf. Alleen ik had er nooit aan gedacht dat als ik dan mijn computer weer erin zou zetten, dat het alarm zou afgaan. Dus ik moest eerst eigenlijk de auto openklikken en dan pas iets erin zetten. Maar dat bewijst wel dat ook al heb je zo'n auto en is het dak eraf, als iemand eraan zit of iets erin legt of instapt, dan gaat het alarm af. En geloof me, want dat kon ik wel merken aan de hoeveelheid mensen die naar me keken, het is een heel erg hard alarm. Dus dat werkt in ieder geval super goed. En eventjes iets over het computer schoon laten maken. Hij is super goed schoongemaakt, niks op aan te merken. Alleen, hij was nog geen 10 minuten kwijt en ik was 20 euro ja, lichter. Ik ben gewoon 20 euro lichter. En het enige wat ze doen is eigenlijk lucht spuiten in je computer. Gewoon lucht, weet je wel, lucht. What the fuck? 20 euro betalen voor, ja, voor lucht eigenlijk. En natuurlijk hè, de tijd die ze erin stopt, maar dat was nog geen 10 minuten. Nu wil ik het heel graag thuis zelf doen. Alleen ik ben bang dat ik dan iets kapot spuit met de luchtdruk. Je moet namelijk wel weten hoe dat moet. Dus het is een beetje lastig. Maar ja, het is in ieder geval nu gedaan. En voor de volgende keer maar even kijken of iemand in mijn vriendenkring handig is met computers en het schoonspuiten ervan. Want ik heb geen zin om nog een keertje 20 euro hiervoor te betalen. Dat vind ik echt veel te duur. Dit is sowieso een van mijn beste aankopen ooit geweest. Ik ben er echt nog zo ontzettend blij mee. En ik ga hem meteen maar weer aansluiten. Hoppakee. Nou, hopen dat hij het meteen in één keer doet. Soms is er namelijk haast geen logica te vinden in die computers. Want je doet een computer uit. En toen, daarvoor deed hij het nog. En dan doe je hem weer aan en in één keer doet hij het niet meer. En dan denk je, wat in die tussentijd is er gebeurd? De computer stond uit, weet je wel. Dus laten we het hopen dat hij het nu gewoon in één keer doet. En ja hoor, precies zoals ik eigenlijk al een beetje had voorspeld. Op een of andere manier voelde ik het al gewoon aankomen. Mijn beeldschermen gaan niet aan. Let maar op, 1, 2. Daar stond geen signaal. Oh, oren man. Fucking hell. Ik ben dus de hele ochtend nog bezig geweest om mijn beeldscherm aan de praat te krijgen. Nou, dat is eindelijk gelukt en ik dacht ik ga mezelf belonen met 2 overheerlijke pizzabroodjes. Alleen, blijkbaar kwam er wat te veel rook uit de oven. Alleen, het is vreemd, want ik zit hier al een minuut en nu ging het alarm in één keer af. Nou, dat is eigenlijk niet vreemd, want het rook kan zich natuurlijk verspreiden van de keuken naar deze rookmelder. En dan kan die alsnog afgaan. Nou goed, hij is één keer afgegaan, het is duidelijk, er hangt hier wat rook. Geen brand gelukkig, dus top. Een paasei. Een paasei, oh. Vandaag is een bijzondere dag. We gaan stemmen.
Heb je je stempas gereed? Oké, okay, helemaal top. Mag ik een kleur uitkiezen? Ja, ik ga op een pennyboard. Jij mag geen uitkiezen. Jij gaat op mijn pennyboard. Serieus, ben ik zo stoer? Ja. Met allemaal roze meloentjes. Mm-hmm. Oké. Okay. Ik had bijna het stembureau niet gehaald, want door dit verdomme kleine steentje ging ik bijna onderuit. Kijk maar. Dus zo makkelijk kan je onderuit gaan met zo'n pennyboard. Ze willen gewoon niet dat ik ga stemmen. Ze proberen me op een of andere manier tegen te houden. Maar ik ga het halen. Bijna onder een bus, maar ik ga het halen. Oké, dat was een bijzonder moment. Want vandaag, dames en heren, kan je dus stemmen van... Wat was het nou? 7:30 ochtends tot 9:00 avonds, geloof ik. En ik zal heel eerlijk zijn dat ik dus zo net heb gestemd. Ja, dat kan je, is eigenlijk ook wel logisch. Dan sta ik hier denk ik niet bij het gemeentehuis op deze dag. En voor de mensen die niet weten hoe het werkt. Je krijgt dus zeg maar via de post krijg je een stempas binnen. En die stempas zit in een envelop. En die stempas met je ID-kaart moet je meenemen. Als je 18 jaar en ouder bent krijg je trouwens alleen die stempas. Ga je naar het gemeentehuis en dan ga je aanmelden. Gaan ze kijken of het allemaal klopt, je stempas. En dan mag je in een hokje gaan staan. Er waren hier toevallig 3 hokjes. En dan ga je die hele map openen, zeg maar, zo noem ik het dan maar even. Waar alle politieke partijen op staan. En dan kies je een politieke partij en daarna stem je op wie je gaat stemmen van die politieke partij. En dan doe je daarna in een soort van container. Klinkt een beetje gek, want het is geen afval. Het is juist heel belangrijk, die stemmen. En dan doe je het in een container en dan zien we later wel wat het uiteindelijk allemaal wordt. Dus ja, een zonnige dag en een stemdag. Dit is echt... Hele fijne luxe positie. Lekker achter deetje met pennyboard. Maar met dit weer moet je gewoon buiten komen. Dat moet je gewoon echt even doen. Ook al is het maar heel eventjes. Het is echt even lekker om frisse lucht te halen af en toe. Dus stel voor je bent moe, je hebt even een dipje of zo. Frisse lucht scheppen, dat helpt echt. Heel eventjes ben ik binnen geweest. 2 uurtjes in totaal voor opnames. Alleen, dit is gewoon zulk lekker weer zoals ik zo net al zei. Dus ik ben meteen weer naar buiten gegaan. En ik ben samen met Pim. Hoi. We hebben allebei even een pennyboard weten te pakken. En ik dacht, nou, als ik toch al met dit pennyboard ben gegaan, dan pak ik hem gewoon nog een keer. En wij hebben de drone bij ons. En wij gaan even vliegen en hele vette shots proberen te maken. Want onthoud goed, dit is pas de 2e keer dat ik ga vliegen. Heb jij ooit gevlogen met een drone? Ja, ik heb mijn eigen drone. Oh, je hebt je eigen drone? Ja, en niet met de Gequin natuurlijk. Maar jij hebt die DJI Phantom, heb jij toch? Ja. Ja, dus dit is wel even iets anders. Deze is iets kleiner. Dus ik ben benieuwd wat je daarvan gaat vinden. Ik ben ook heel benieuwd. Maar goed, het allerbelangrijkste, dat zijn de shots. En als je alleen hier al naar kijkt... Dat is een mooi plaatje. Dat is een mooi plaatje. We gaan er wat moois van proberen te maken. Ja, de zon staat laag, dat maakt het echt super episch. Dus laten we gaan knallen. Holy shit. Oké, ik schrok van die piep, maar lage batterij is niks in de hand. Oh mijn god, er zit een monster hier onder de brug. Er zit een monster onder de brug. Waar is het? Oh, daar is die. Oh, het is maar een mooie lieve zwaan. Doei zwaan. Vaarwel. Ik hoop dat jullie het heel erg vet vonden. Ik heb het in ieder geval naar mijn zin gehad. Want geloof me, het is echt heel erg leuk om zo'n drone te besturen. En dikke shout-out even naar die skater die erbij was. Ik ben zijn naam... Oh nee, Jaap heette die volgens mij. Ja, dikke shout-out naar Jaap. Heel erg tof dat je even een paar tricks wilde doen voor mijn vlog. Echt onwijs kicken. Maar goed, nu nog een naam voor de drone. En nu heb ik echt ontzettend veel reacties gekregen met tig namen, dat wil je niet weten. En ik heb even een lijstje gemaakt met
een van de dikste namen. Dus ik zou zeggen, check even het linkje in de beschrijving. Daar heb ik een straalpoll gemaakt. Daar kan jij stemmen op waarvan jij denkt van dit vind ik nou een goede naam voor de droom van Enzo. En ja, degene met de meeste stem wint. Het zijn net de verkiezingen. Dus laat maar weten. Dave vroeg, kan je ook met je verkeerde hand tanden poetsen? Nou, met rechts kan ik het dus super snel. Ja, het ziet er heel lomp uit. Maar met links... Ik wil hier nu met rechts. Dat is zo raar. Ik kan echt niet met rechts. Je kan echt totaal niet met je andere hand tanden poetsen. Ik kan niks met rechts. Ik ben zo onhandig. Ik kan met links ook niet zoveel. Oh. Moet je dat maar proberen. Dat je niet met je goede hand tanden poetst, maar met je verkeerde hand. Kan je nog herinneren dat we ooit in een vlog elkaar tanden gingen poetsen? Ja. Dan moet ik jouw tandenborstel en jij mijne. Weet je hoe raar het komt? Weet je hoe moeilijk dit is? Ik probeerde dit lampje achter me aan te doen. Bzzm, geknapt. Nou ja, kan gebeuren. In ieder geval, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie het tof. Doe dan even een blauw duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk checken jullie allemaal morgen mijn gloednieuwe vlog. Om 4 uur gaat een hele leuke speciale dag worden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace!